Een hele goede middag en welkom in Berlijn bij deze Mr. Drive Drives. Ja, zo krijg je er geen één in maanden en zo krijg je er twee in een paar dagen. En dat is nou eenmaal het leven. Want er is namelijk een nieuwe map uitgekomen die zich afspeelt in Berlijn en daar ben ik altijd weer nieuwsgierig. Deze map heet Berlin Mythe en het gaat hier over lijn 100. En voor degenen die in Berlijn geweest zijn en daar een vakantietje hebben gehouden of er gewoond hebben or whatever, weten dat lijn 100 een lijn is die eigenlijk een soort natuurlijke toeristische lijn vormt. Ja, en daarom is dat is waarschijnlijk ook de reden dat zowel de bus als Lotus, bestaat dat nog eigenlijk Lotus, maar oké. En nu ook Omsi een lijn 100 in de aanbieding hebben. Eens even kijken hoor, het werkt allemaal niet erg mee vandaag. Kijk, nu wel. Gaan we eens even kijken of de zaak in beweging wil komen. Dat wil. Ja, dus een nieuwe map gemaakt door Busfire 1991. Nee, 19, ik weet het niet in het Duits. En deze Busfire heeft dus met heel veel liefde een map gemaakt. Betreffende lijn 100 gaan we dus langs alle belangrijke zaken. Ziet er aan de bovenkant best oké uit. Nou ja, een paar rare dingen. Bijvoorbeeld zijstraten zijn niet af. En her en der is het wel erg kaal zoals hier zo. Dat ga je ook nog onderweg zien. Onder water was de map nog wat rampzaliger als ik in eerste instantie dacht. Dus ik heb geprobeerd wat te verbeteren. Ik heb gekeken of ik ook nog wat omroepen eraan toe kan voegen. Ik heb het schema wordt aangepast, er zaten ook wat rare dingen in en nog meer, zoals bijvoorbeeld op deze plek. Ik zal even een kijkje hier zo. We moeten hier vertrekken met lijn 100 en het spawnpoint dat was hier zo, bij mijn pijltje daar gesitueerd. Niet helemaal logisch. Nou, zo zit er wel meer dat je denkt van, hey, Busfire 1991 is toch wel iemand die wat omzie-ervaring heeft, maar blijkbaar dus toch niet helemaal. Nou is het ook heel moeilijk, hè, om het goed te doen, maar ja. Nou, we hebben nog een paar minuten. Dus ik heb alvorens ik zelf ben gaan rijden op deze map, heb ik gewoon wat dingetjes aangepast. Nog niet te gek veel en zeker niet esthetisch. Dus de map ziet er nog exact uit zoals die is. Alleen wat gedrag van de bussen. En oh ja, over gedrag van de bus gesproken. Ik heb altijd ontzettende ruzie met deze Ibis. En dat blijkt dus ook wel logisch, want hij is dus helemaal gericht op Berlijn BRT en Berlijn X10. En daarbuiten kan je hem dus eigenlijk niet toepassen. Ik moet nog even uitzien te vinden waar dat in het script precies zit, want hij heeft alleen zomaar bepaalde buslijnen. En als je dan weer gaat kijken naar de Hofhaals die dan bij die map horen, BRT en X10, dan zijn dat hele rare gecodeerde Hofhaals. Een beetje vreemd allemaal. Nou, ook blij ook weer eens inderdaad in deze Man DD te rijden. Manline City dubbel heet dat, 09 DD. De dubbeldekker die eigenlijk niet meer in Berlijn te vinden is. Helaas, want het is mijn favoriete bus. En soms heb ik de neiging om hem op Frietlanden te laten rijden. Maar als ik nu naar de Ibis kijk, dan vrees ik dat dat helemaal niet gaat lukken zelfs. Misschien toch een keer proberen waar te kijken wat hij met een andere hofhaal doet. Nou, laten we zomaar eens even naar de halte toe gaan. Ik geloof niet dat mijn omroep het gaat doen vandaag. Het zij zo. Ja, het is een vrij klein mapje trouwens. Het gaat echt niet werken, denk ik. Uh,
Hallo. Hallo. Können Sie nicht mal die Heizung anmachen? Nein. Einmal kurz Stecker. Ja, ik weet niet of die BRT-verbeteringen die ze hebben doorgevoerd nou zo prettig zijn. Kan ook wel te doen. De nieuwste haltestelle is S- en U-Bahn Zoologischer Garten. Kijk, daar is die. Hij werkt toch wel. Proberen uit mijn hoofd te rijden, kijken of dat na één keer lukt. Dus mocht ik fout gaan, dan, ja, dan merk ik wel dat wel. Ja, ik denk ook trouwens dat meneer Busvaarder 91 geprobeerd heeft een bepaalde tijd te benaderen, want hij heeft bijvoorbeeld niet de X10 versies van nou, deze straten zo gebruikt. Er wilde wel een aantal X10 gebouwen in staan. Hallo. Hallo. Goedendag. Hallo. Hoi. Einmal normaal, bitte. Einmal normaal. Hier. Hallo. 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 Eine Tageskarte, bitte. Tageskarte. Bitte sehr. Guten Tag. Hallo. Ja, een van de andere nadelen is, er zitten heel veel invisible splines in. Nou ja, goed, gelukkig een aantal kruispunten zijn, daar zijn echt kruispunten van gemaakt, dus dat is wel goed. Alleen, ja, sorry busdriver, dat is een andere vent volgens mij, die heeft stoplichtobjecten gemaakt. En die hebben nogal lange intervallen, om het zo maar te zeggen. Die nächste Haltestelle ist Breitscheidplatz. Dus dat betekent dat je bij sommige stoplichten nogal lang staat te wachten. Nou is geduld een schone zaak en ben ik heel ongeduldig. Dus die combinatie is niet helemaal altijd even prettig. Ja, de Gedachteniskirche, dus dit zit er allemaal keurig in. En aangezien de map vrij klein is, kan je hem dus redelijk goed in de full map modus rijden. Heb je minder nalaadtijden. Guten Tag. Hallo. Hallo. Einmal normal, bitte. Einmal normal, bitte. Sehr. Hallo. Hey. Ja. En je ziet dat hij toch, ondanks dat hij vrij klein is, ik heb elke keer als ik deze bus afkoppel, dan de deuren dichtgooi, dan heb ik een wachttijdje. Ik dacht even dat het kwam omdat hij automatisch aan het opslaan was, maar dat was dus niet zo. Het zit ergens anders in. Of zit in deze bus. Ik ga misschien nog een keer met de haltestelle is bij Reuterstraße. De andere bus proberen, kijken of dat nog beter gaat. Ja, en nadeel van Invisible Splines is dat het ook wat minder verkeer genereert. Tja, hier om de hoek aan de rechterkant in de Noenburgerstraat is dat volgens mij, heb ik twee keer in een hotel gezeten in Berlijn. En ook met deze lijn gereden, met zowel deze als lijn 200. Twee motoren, ja, die heb ik erbij gefantaseerd.
Ja, in de AI-lijst van deze map stond een tram die ik niet kon herleiden. Nou heb ik een tram voor mijn deur langslopen, dus ik heeft niks mee te maken natuurlijk, maar ik ben nog allergisch voor trams, zeker in Omsi. Ik ben geen Kevin Nietzsche-man die een trammap in Omsi maakt. Dus misschien dat ik hem ooit weggegooid heb, dacht ik gebruik hem toch niet. Jongen, jongen. Ja, dit bedoel ik, hè. Dit zijn die busdrijversobjecten en die stoplichtenregelaars. En die zijn echt vreselijk langweilig, om het zo maar eens even te zeggen. En die gebruikte Kevin Nietzsche-man heel vaak. En dus deze busdrijver 1991. Nou ja, misschien zijn het zijn eigen objecten, ik weet het eigenlijk niet. Maar zo gaan we dus niet op tijd komen, hè. We hebben aan het einde maar een paar minuten om te draaien en moeten we het even terug. Ik weet niet hoe we dat gaan doen, dan zien we nog wel. Ja, kijk, als je zo die zijstraat inkijkt. Nou, is het nodig? Oh, zie je, deze heeft nog een stop aan het einde, maar sommigen hebben dat dus niet. Die nächste Haltestelle ist Schillstraße. Sorry, ik rij even door. De haltestelle is Lützowplatz. Zo, kijk, zie je, daar ga je meteen een. Nou ja, goed, dat doe ik natuurlijk op Vlietland ook wel, hè, dat ik van die backdrops er neerzet. Soms ontkom je er gewoon niet aan. Ik ben trouwens net een halte voorbij gereden, maar goed. Als jullie het stilhouden, doe ik dat ook. En wat mijn AI Traffic Unscheduled staat nu op 250 specifiek voor deze map en ik heb het aantal auto's op 150% gezet, dus dat betekent dat we eigenlijk 1,5 keer 250 zouden moeten hebben. 375 auto's dus, en dat zie je niet. En dat komt dus echt door die invisible splines, op een of andere manier. Is daar het verkeer rustig op of zo? Ik weet niet, geen idee waarom dat eigenlijk zo is, maar. Dat is mijn ervaring ook toen ik wat meer had te liggen in Vlietlanden. Dat de stukken waar die dingen lagen, dat het heel erg rustig was. Nou, dit is echt om gek van te worden. Dus dan sta je dus ergens en dan rijdt er niets. En dat komt ook door die ongelooflijk lange intervallen. Nou, de genoeg gemopperd erover. Ja, dat heeft deze map wel, van die rare lange stutters, terwijl dat eigenlijk nergens nodig is, want
Dit is de enige lijn die erop rijdt, dus voor de rest rijden er geen andere AI-lijnen. Nou, het AI is ook niet echt heel erg oververtegenwoordigd in zijn algemeenheid. Er staan wel allemaal nieuwe gebouwen, maar die zijn redelijk redelijk licht uitgevoerd. Vaak alleen maar buitenkanten en geen daken en dat soort dingen. Hallo. Einmal Kurzstrecke, bitte. Einmal Kurzstrecke, bitte sehr. Ja, want ik zie namelijk ik heb het aantal personen ook opgehoogd en dat zie ik dus heel duidelijk wel terugkomen. Die erste Haltestelle ist Nordbotschaften. Kan ook te maken hebben met. Ik weet niet, misschien kan dat bevestigd worden, maar ik heb onlangs de zaak weer eens geüpdate. Er zijn ook de nieuwe instellingen van de Environment Pack zijn aangepast. En ik heb zo'n idee dat dat geen verbetering is. Hallo. Ja, op een of andere manier. Einmal Tageskarte. En dan ga ik waarschijnlijk weer mijn stokpaardje bereiden hoor, maar. Even wachten tot deze lui voorbij is. Einmal mijn Fahrschein, bitte. Bitte sehr, Fräulein. Hey, op een of andere manier vinden al die omsiemodders, ook die professionele, het altijd weer nodig om met geluiden te gaan rotzooien. Betere geluiden. En dat wordt altijd zwaarder. En daar wordt de performance nooit beter van. Nee, en dat schijnt ook met dat Environment Pack te zijn gebeurd. En ik zie ineens in de geluiden die algemeen door auto's worden gebruikt, die dus uit de centrale folder komen, zie ik ineens dus allerlei zwaardere geluidsfiles staan. En zoals je weet, OMSI is al zo gevoelig voor geluidsfiles. Elke keer als je hem nu over zo'n. Als je hem nu weer geluid ziet maken, dan. Was het nou deze of was het nou de volgende? Ik moet heel even kijken. De volgende maar. Het staat een kort, maar. Een keer vergeet ik welke kort. Nou ja, het is pas de eerste keer dat ik dit zonder pijlen rijd. Het is de tweede keer dat ik het rijd. Dus nou, ik vind het nog wel redelijk gaaf eigenlijk. Ik hou nou niet van het pijlen aanrijden. Ik moet gewoon de weg weten. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Eine Tageskarte bitte. Eine Tageskarte. Alsjeblieft, Manfred. Eine Tageskarte hätte ich gerne. Danke. Ja. Alsjeblieft, Janine. Nou, dat zou ze niet willen. Okay. Die nächste Haltestelle ist Schloss Bellevue. Ja, dus die omroepen die je hoort, die heb ik er zelf ingemaakt. Niet zelf ingesproken. Mijn Duits is niet zo punktlich. Thank you.
Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Eine normale. Danke. Kom natuurlijk altijd weer bij die vraag, wat is normaal? Oh, daar is het redelijk druk. Ja, het moet ook groeien. Drukte. Die nächste Haltestelle ist Haus der Kulturen der Welt. Haus der Kulturen der Welt. Ja, dus ik vraag me eigenlijk af wat er gaat gebeuren als ik dat environment pak eruit ga gooien. Herstelt hij dan alles weer? Worden die files eruit gehaald? Worden dan al die verwijzingen in de CFG's van de AI-auto's dan ook weer gewijzigd? Ik vraag me dat echt af. Ja, ik zou het toch prettiger vinden als bij dat soort dingen gewoon van tevoren even wordt gemeld wat er wordt gedaan. En niet zomaar een update wordt neergeknald waarbij files worden aangepast. Maar goed, dat is gewoon een kloterige Steam-eigenschap. Hallo. Hallo. Eine Tageskarte, bitte. Dankeschön. Zie je, dit soort dingen zou niet horen op deze map, omdat die daar gewoon veel te klein voor is. En ik vermoed dus dat dat te maken heeft met het environment pak. Nou, maar goed, dan gaan we dat gewoon eens eraf gooien en dan kijken wat er gebeurt. Die nächste Haltestelle ist Platz der Republik. Nou, dit is ook zich niet zo heel moeilijk maken. Het is een makkelijk stukje geweest voor een busdriver in 1991. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Grüß Gott. Moin moin. Zijn er nog meer Duitse variaties? Die nächste Haltestelle ist Reichstag. Ja, die hebben ze echt gemaakt, hè? Die Reichstag, die staat er links. Kijk hier, dat bedoel ik. Dat is zo leef je natuurlijk eigenlijk een map niet af. Met van die open eindes. Ik zet er dan een paar gebouwtjes neer, zodat het dicht is, maar... That's me. Misschien dat er nog wat gaat komen. Ja, op dit opzicht weer mooi gedaan. Dus dit hier is echt aandacht aan besteed, vind ik. Dat lijkt er echt op. En dan laat je dan zoiets open. Jij kan dat niet helemaal rijmen. Het lijkt alsof je dan een soort one-track mind hebt of zo. Dat je alleen maar... Ja, ik ga echt... goed, ik heb het al gehad over het environment pak. Ik ga dat eruit halen en kijken wat er gebeurt. Guten Tag. Hallo. Hallo. Einmal Tageskarte. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. Ah. Danke. Ja. Hallo. Hallo. Eine Karte für eine Kurzstrecke. Danke. Hoi. Ja, Gritsch. Nee, toch niet? Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Het is leuk om soft even te pesten. Hm? Heb ik hier? Nee, die heb ik hier niet. Maar goed. Oh, hij gaat naar links, rechts en ik ga naar links. Nou.
Wie gaat er eerst? Ik had hem beter daar neer op de baan kunnen zitten, maar goed. Ja, zo te zien gaat hij daar. Nee, toch niet. Jammer nou. Nou, ga dan maar. Jij ook. Kom op. Hoppakee. Hallo, mag ik even? Precies. Ik ben een bus, hè? Die nächste Haltestelle 30. Ist bis und U Brandenburger Tor. Ja, dat zegt hij een beetje onduidelijk. Dat moet ik eigenlijk nog verbeteren. S und U-Bahn. Hij zegt namelijk, je denkt dat hij zegt S und U-Bahn, maar hij zegt S und U Brandenburger Tor. Ik had er nog baan tussen moeten zetten en even de punt komma, zodat hij heel even bleef wachten. Maar goed. Ja, een paar lui die denken dat hij nog groener gaat worden. En dan heb ik heel erg de neiging om het. Oké, als jij dat heen bent, kom ik er ook wel heen. En hier willen ze allemaal weer naar links. Ja, en daar heb je dus de enige, nou ja, goed, er rijden 7 bussen op deze lijn. Kijk, daar ook weer zo'n prachtige open einde. En waar je denkt van, nou, ik had het toch even wat dichter gezet. Ah, file hier zo. Wat leuk. Ja, wat ook nog verbeterd moet worden is het aantal instappende passagiers als we de eindhalte naderen. Dat blijft namelijk evenredig hoog. Hallo. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte, sir. Guten Tag. Hallo. Einmal Kurzstrecke bitte. Oh ja. Jij wel. Guten Tag. Eine Tageskarte. Tuurlijk, alsjeblieft, Manfred. Jo. Pijn dat ik hier een busbaan heb. Staat hij dan goed vast? De haltestelle is Unter der Linde. Het is niet hier. En je zou bijna een klein orkest gaan citeren over de muur. Omdat ze soms in het westen en soms in het oosten willen zijn. Ja, we zijn hier nog formeel in Oost-Berlijn. Ik kon hier waarschijnlijk geen linden vinden. Nee. Ja, ik moet het ook weer eens gaan rijden op de bus. Op een of andere manier negeer ik hem altijd. Ik weet niet hoe dat is. Een soort verknochtheid met optie, denk ik. Dat krijg je op mijn leeftijd. Dan ga je aan bepaalde dingen hangen. Dan denk je van, oh, geef een nieuw. Alleen maar wat ik ken. Dat is veilig en vertrouwd. Op zich is dat trouwens wel een heel fijn systeem, hè? Dat het Duits en trouwens ook Engels volgens mij
Met zo'n oranje licht, dat kan je alvast je voorbereiden op een op vertrek. Dat geluid wat je nu hoort, klop, klop, dat lijkt alsof een, dat kennen de meeste mensen waarschijnlijk niet, maar dat is alsof een saxofonist die zijn mondstuk aan het testen is. Klop, klop. En dan met een soort tongslap gaat het dan, en dan krijg je zo'n geluid. Dan de lage kleppen openen, dan krijg je van die ontploffingen. En dit lijkt er ook op. Ik weet niet wat, ik denk dat het voetstappen voor moet stellen, maar het is niet helemaal wat het moet zijn. Misschien is dat ook wel van de hand van de verbeteraar van het environment pack. Kan die gozer maar beter niet voor zijn gezondheid tegenkomen in het donkersteegje. Ik ben niet zo blij met wat hij gedaan heeft. Hier, weer een prachtig open einde daar. Hallo, guten Tag. Hallo. 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 Einmal die Kurzstrecke. Einmal die Kurzstrecke, bitte. Danke. Sir. Einen normalen Fahrschein, bitte. Ja, danke. Sir. Hallo. Ja, hallo, guten Tag. Eine Kurzstrecke. Okay. Ja, het blijft toch een feit. Hier, gaan we weer. Okay, precies. Het blijft toch een feit dat Duitse mappen het beste bij Omsi passen, of Omsi het beste bij Duitsland past. Ja, het is natuurlijk ook een Duitse ding. Maar op een of andere manier. Staatsopa. Kijk, weer een prachtige openheid en zo. Nee, op een of andere manier past het gewoon bij elkaar. Voelt het heel erg soort, ja, natuurlijk. Terwijl als ik op het Engels of zelfs het Nederlands, hè, mijn eigen producten, zie, dan denk ik altijd van ja, oké, leuk, maar niet helemaal. Maar hier is wel Duitsland en zeker Berlijn, dat is echt gewoon, 1 plus 1 is 2, heel eenvoudig. Hier nog een paar holtes te gaan. Hè. We hebben nog steeds bergen instappers. Dat is Nico alweer gedaan. Hallo. 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 Als ik me niet vergis, blijven aan het eind ook een paar in de bus zitten als we terug gaan. Ook al doen de tour waarschijnlijk. Pünktlichkeit is ook niet zo eerst, oder? Nee, niet. Maar is het zo, ja. Yep, gaan we weer wachten. We komen altijd wel weer bij, gelukkig, maar ik. Die nächste Haltestelle ist Lustgarten. Kijk, je ziet hem al staan. Hallo. De radiotoren van Alexanderplatz. Dag. Hallo. Hallo. Klak. Joh, kom maar. Precies. Het is zo vergeten. Toen we zo stipt in na elke stop heeft Omsi het nooit gedaan. Iedereen kent natuurlijk de Omsi-stutters. De haltestelle is Marienkirche. Maar dit is heel raar. Dus het of zit in deze bus, dat zou kunnen. Of het, het zit in dat environment pak wat dus vernield is. Het zie je wel lekker vol met auto's trouwens.
Ja, de tram die ik hier laat rondrijden, dat is dus niet de Tetra nog iets, maar dat is de tram uit München, want ik had even geen ander. Sorry. Ja, het is het ook. Ah, die joh. Hallo. Hier, dit is eigenlijk de laatste halte, maar goed, ze stoppen nog steeds in. Misschien is dat wel heel erg Nederlands om dat te vinden. Zijn ze in België, in Duitsland veel meer gewend aan een halte de bus nemen. In België trouwens ook, en daarom zei ik eigenlijk België. Die nächste Haltestelle ist S&U Alexanderplatz. Nou, er zit nog geen eindhalte aankondiging, maar dit is dus eigenlijk de laatste halte. Oh, nou mag ik straks om zien te draaien. Oké, okay. Leuk. Alright. Zo, want ik moet hem te parkeren, moet ik hem aan de overkant neerzetten. Zijn we eruit met z'n allen? Soms heeft groot zijn een voordeel. Ja, we zijn er dus bijna. En ik wilde eigenlijk nog een ritje gaan terugdoen, maar dat ga ik niet doen. Misschien dat ik wel een nieuwe rit opstart en een andere bus neem om te kijken of we dan hetzelfde. En dan haal ik ook meteen dat environment pak haal ik eruit. Hoewel het heeft natuurlijk steeds met na het sluiten van de deuren gebeurt dat hier. Alsof die bus ergens over moet nadenken. Misschien ga ik zo wel de Z2 nemen. De Z2 BVG, de nieuwste bus die op de markt gekomen is op tweede, of was het vlak voor kerst, het rijdende kerstgeschenk dus, die dus. Rammel, rammel, rammel. Zo. Dit was het Mr. Drive. Drives op Berlin Mitte, lijn 100. Van Herzallee naar Alexanderplatz. Ik ga de terugweg gewoon nog een keer filmen en dan in een andere bus. En dan sloop ik zowel het environment pak eruit als gewoon met de andere bus. Kijken of we dan minder rare stutters krijgen. Al ben ik niet helemaal overtuigd nog dat het van het environment pak afkomt. Maar goed, het kan ook de bus zijn. Deze bus heeft gewoon wat hele rare scripts in zijn donder. Dus ik weet niet. In ieder geval, bedankt voor het kijken en cruise cut.